zitten en ja. die zijn van aluminium. Ja. Weet je wel, dat is helemaal niet zwaar en die bouw je zo op. Je ja. hebt geen touwtje nodig, niks, zit de kettingjes aan, die koppel je zo aan elkaar. Ja, ga ik er een paar van halen. Ja. En hoe heten ze nou ook weer, zei je? Dit is Teuntje en dit is Rafaela. Wij zijn gefuseerd op 1 januari en dit was het eerste kalf wat geboren werd na de fusie. Dus ja, dat was Rafaela dan maar. Hè. We zijn gefuseerd met de Ravel Stichting. Ah ja. De cliënten verzinnen vaak ook de naam. Hè. Ja, ja. Dus het kan zo zijn dat ze best nog wel eens een keer een cliënt hier staat aan het hek en die staat dan even, oh, daar heb je Teuntje. Ja, ja. Nou, dat scheelt toch niet heel veel. Nee. Oké, okay. Ook eens kijken. Ik heb al wel, we hebben een heel nieuw systeem bij het CRV. Dus ik ben even... Nou jongen, succes hier. Nou, dat gaat wel lukken. En zodra je met een bakje korrels aankomt en je allemaal wat, dan komen ze aan. Hoor. Ja, ja. Even contact leggen met de buren. Maar goed, het is ook oud koeienland, hè? Want ja. Dit is van Theo. Eindje verderop, die melkt nu nog 4 koeien omdat ze per ongeluk drachtig waren. Oh, ja. Die wil eigenlijk stoppen.